Maarten de Veuster uit Schoten, nieuw verkozen parlementslid voor N-VA. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Om mijn partij te steunen, de N-VA. Ik geloof in die partij, ik geloof in die idealen. En ze hadden volk nodig om die lijst te steunen, dus ik heb dat met veel plezier gedaan. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ik was op een feestje met een aantal medewerkers. Allee, een feestje. We gingen samen naar de verkiezingsuitslag zien, wat achteraf natuurlijk een feestje is geworden. Maar ik kom van op een 15e plaats, dus het was verrassend dat ik erbij was. Maar dat maakt het niet minder leuk. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, dat is altijd wat dubbel, hè. Dat persoonlijke resultaat was dus verrassend en heel goed. Maar ik heb heel mijn leven gevoetbald en dat was zo hetzelfde gevoel als op een zondagavond, dat je zelf goed gespeeld hebt, je hebt gescoord, maar de ploeg heeft niet gewonnen. Dat is altijd een dubbel gevoel, dus we zullen wel zien wat dat brengt. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Alles is nieuw voor mij, dat is natuurlijk de moeilijkste vraag die je kunt stellen. Ik heb wel wat zaken waar ik me mee wil bezighouden, maar bij ons moeten de commissies nog verdeeld worden. Dus we zullen zien waar dat daar uitkomt, maar ik heb wel bepaalde interesses natuurlijk. Ik kom professioneel binnen met toch 20 jaar ervaring uit toerisme, dus dat is sowieso een interessepunt. Als ondernemer, lokale economie, ook altijd sterk in geïnteresseerd geweest. Sport, vanuit een sportief verleden weliswaar, na alle mogelijke knieblessures is dat gestopt. En ik ben burgemeester noordoostelijk van Antwerpen. Dus het kan niet anders dat mobiliteit u interesseert. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik blijf burgemeester in Schoten. Ik denk dat dat een meerwaarde kan zijn om die stem van die dorpsstraat toch ook hier in dat parlement te laten horen. Ik beschouw dat, denk ik, als een meerwaarde. Ik heb natuurlijk wat collega's die ik al ken, die in diverse parlementen zaten. Ik denk nu maar aan een Sophie de Wit, ik denk maar aan een Koolmetsu. En ik merk dat die problemen echt daadwerkelijk van in die dorpsstraat kunnen meenemen naar hier. En dat is volgens mij een meerwaarde. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Dat ga ik natuurlijk nog moeten ontdekken de komende maanden en jaren, maar die zal er ongetwijfeld wel zijn. Ik denk dat mijn familie dat ook begint te beseffen. Mijn dochter was de eetaflegging aan het volgen op televisie en zei s'avonds, papa, daar ga jij toch wel vaak naartoe moeten. Ik zeg natuurlijk, maar ze vinden het, net als ik zelf, een eer dat ik hier mag zijn. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Nou wel, ik denk dat het zal zijn op het feit dat ik op een eerlijke en gedreven manier mijn werk hier heb gedaan en geprobeerd heb, en hopelijk lukt dat ook, die Vlaamse gemeenschap mee vooruit te helpen. En daar mogen ze mij op afrekenen.